bestel of wacht naar het ziekenhuis. Maar jouw oom is toch crisismanager? Ja, klopt. Maar er viel een arts uit en dat was een spoedgeval. Het was heel belangrijk, dus... Ah. Als hij hier was gebleven, dan had hij mensenlevens in gevaar kunnen brengen. En misschien maakt hem dat geen goede voogd, maar wel een goed mens, vind ik. Nou ja, daar heb je misschien ook wel gelijk in. Ik wil je weg! Wat is dat? Ik wil de politie! Oh, dat zijn de buren, dus stel maar dat het ruzie. Om nog maar te zwijgen over mijn zoontje. Die hebben ze geadopteerd. Ja, wij hebben het in de muren, het is echt vreselijk. Laten we eerlijk wezen, de muren zijn niet het grootste probleem. Het is de gezinszorg. De afdeling Amsterdam is één grote bureaucratische puinzooi. Ze komen er niet eens meer aan toe om dit soort gezinnen bij te staan. Maar ik bemoei me nu mee, ik heb het al druk zat. Met mensen zoals ik. Tja. Maar weet je, ergens vind ik het zo oneerlijk. Nou, mijn buren. Ze zijn allebei 48. Ze hebben allebei een baan. En niemand vindt het raar dat ze elkaar en hun zoontje de hele dag uitschelden. Jij denkt dat je beter wat moeder bent. Dat weet ik wel zeker. Ik heb mijn vader nooit gekend. Mijn moeder is overleden. Ik weet als geen ander hoe belangrijk familie is. Maar weet je ook hoe je dat moet zijn? Ik hou van Tommy. Onvoorwaardelijk. Ja, dat is niet genoeg, kind. Nee, dat snap ik wel, maar als ik niet eens de kans krijg om te bewijzen dat ik een goede moeder ben, zullen mijn buren de hele dag bewijzen hoe slechte opvoeders ze zijn. In wat voor wereld leven we dan?